Jongens, zullen we even kernoverleg met de hele atoomkern doen? Alsjeblieft. Ja, ja. Horen jullie mij? Ja? Ik kom al. Jongens, even niet meer twerken. Even boeken weg. Even laptops uit. Even kernoverleg. Ja, Jos, jij ook? Ja, ik kom al. Oké, jongens, even levelen met elkaar. Even alle protonen, alle neutronen, alle elektronen, even lekker met elkaar. Wat is er aan de hand, Piet? Is er iets mis? Zit er iets fout in de kern? Oké, jongens, ik zeg het maar gewoon, maar we botsen tegen elkaar op. We zijn onrustig, we zijn radioactief. Nee! 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 Rustig nou, jongens, rustig nou. Er is niks aan de hand, maar we zijn gewoon in de kern, ja, instabiel. Nee! Nee! Nee. Rustig nou, jongens. Zo maken jullie het alleen maar erger. Wat is er dan mis, Piet? De verhoudingen zijn zoek. De verhoudingen protonen-neutronen. Dat was ooit top, maar dat lijkt helemaal nergens meer op. En ja, er zijn gewoon te veel neutronen. Zo, ik heb het gezegd. Het is niet anders. En nu? Jongens, ik vind dit ook niet fijn om te zeggen, maar er moeten gewoon een aantal neutronen. Wat? Is dat wat je wil zeggen, Piet? Ja, Corrie. En ik sta zeker weer bovenaan de lijst. Ja, Cor. Jij bent een heel onrustig neutron. Ik verzoek jou derhalve om de kern te verlaten. Nou, ik ga al. Maar ik heb grootse plannen. En ik ben radioactief. Dus ik word zo een bom of een petscan. Ik wil hier trouwens niet eens blijven tussen die burgerlijke saaien. Zeg geen dingen waar je spijt van hebt. Spijt? Jij zal hier spijt van krijgen. Niet ik. Ik ga al het radioactieve leven tegemoet. Wow! Zo, die is weg. En we zijn weer rustig. Goed gedaan, Piet. Dankjewel, Hanna. Dankjewel.